Met 5 debutanten gaat de ploeg naar de Vuelta. 1 daarvan ben jij. Wanneer hoorde jij dat jij mee mocht? Eigenlijk wist ik het aan het begin van het jaar al. En bij onze ploeg maken ze die selecties gewoon voor onszelf al vroeg bekend. Ja, dat zorgt voor veel vertrouwen. En tuurlijk, als het niet volgens plan verloopt, dan kan het zijn dat je niet erheen gaat. Maar ja, dan moet je ook niet willen dat je erheen gaat als er iets fout is. Hoe belangrijk is dat debuut voor jou? Hoe erg kijk je daar naar uit? Ja, heel erg. Kijk, toen ik klein was, dan droomde ik altijd van een grote ronde. Natuurlijk de Tour de France, maar je moet beginnen in een Italië of Spanje. En dat het nu gaat gebeuren, dat is geweldig. In welke rol ga je daar naartoe? Want jullie hebben natuurlijk Kelderman en ook Sam Omen die debuteert. Wordt dat vooral hun bijstaan zoveel als het kan? Ja, het is vooral het plan om voor Wilco met het klassement te gaan. En die moet ik gewoon daarin zoveel mogelijk bijstaan. En voor mezelf is het natuurlijk het doel om de ronde uit te rijden. 5 debutanten, maakt het dat extra spannend? Nee, niet per se. Kijk, dat maakt het voor mij misschien ook nog extra leuk. Allemaal jonge gasten. En we hebben echt een leuke groep daarin. En voor mij is dat wel goed. Waar kijk je eigenlijk het meest naar uit, na 3 weken lang koers in Spanje? Waar ik naar uitkijk als ik ze heb gehad? Nee, of tijdens de ronde bedoel, het is natuurlijk iets nieuws. Voel jij wel dat dit een nieuwe stap is die jij moet zetten als profielrenner? Ja, zeker. Kijk, dat had ik dit jaar al met rondjes als Dauphiné, dat je daar echt sterk van wordt. Maar ja, dit is natuurlijk iets wat ik nog nooit heb gedaan, 3 weken lang koersen. En ik denk zeker dat dat voor mijn ontwikkeling een goede stap is. Deze Bing Bang Tour is natuurlijk uitgekeken naar Tom Dumoulin. Is het eigenlijk wat jij in de Vuelta voor Wilco gaat doen, hier voor Tom? Ja, eigenlijk wel. Nu komen de ritten eraan die mij wat beter liggen. En ik hoop gewoon Tom daarin heel lang bij te kunnen staan. En dan zien we wel hoe ver we kunnen komen.